Hier heb je een kat. I don't know, katten doen het altijd goed op het internet. Oh my god, guys. Zie ik er niet super stoer uit met deze bril? Shit, ik tref mijn hele bureau onder. Hallo allemaal, en leuk jullie kijken naar deze nieuwe video op This David Craft. Mijn naam is Mitchell, a.k.a. Sir Sheldon. En zoals jullie waarschijnlijk al weten, David ligt een tijdje in het ziekenhuis. Hij heeft problemen met zijn nier. Dus had hij uitvraag gedaan of er mensen waren die me konden helpen met uploaden. Hier ben ik dan, jongens. Super vet dat ik een keer een video voor jullie mag maken. Ik keek wel altijd David's Epic Mod video's. En nu ben ik hier zelf gewoon. Want jongens, we gaan Epic Mod doen. Ik weet dat jullie Epic Mod super leuk vinden. Dus ik dacht, ik ga jullie dat niet ontnemen. We gaan lekker Epic Mod doen. En misschien weten sommigen van jullie het al. Maar ik had dit huis voor David gebouwd. En ik heb hem echt veel te groot gemaakt, jongens. Ik heb echt veel te veel tijd in gestoken. Maar hey, het resultaat is cool en daar gaat het om. Ik zie trouwens dat David zijn eigen inrichting al is begonnen. Dit was helemaal niet de bedoeling, jongens. Ik wilde hier een keuken gaan plaatsen. Wat doet hij? Zet hij hier standbeelden neer. Hoewel het natuurlijk wel superleuk is voor jullie. Even kijken, wie heeft er allemaal gewonnen? Corleen DDG, Mila DDG en Stevio 2000. Heeft iedereen DDG in zijn naam, jongens? Jullie zijn wel echt diehard fans, dat moet ik jullie wel maken. Dus ja, we gaan het huis een beetje inrichten. Nou zie ik eigenlijk al één fout. Zo, much better. Nou, dat is onze eerste aanpassing van de inrichting. En ik moet zeggen, dit ziet er al veel beter uit. Wat moet hij wel denken, jongens, als hij hier zo meteen binnenkomt. Oh, wacht even. Zo, finishing touch. Niet onbelangrijk. Oké, ik denk dat we maar gelijk gaan beginnen met de inrichting. Ik ga even wat spullen verzamelen. Want dat is natuurlijk geen zakken om naar te kijken. En dan ben ik zo bij jullie terug en dan gaan we inrichten. Oké, nou jongens. Ik heb allerlei soorten spullen verzameld. Van de woonkamer, de slaapkamer, de badkamer, noem maar op. Dus we kunnen gewoon lekker gaan bouwen. Ik heb al een beetje uitgedacht hoe ik het ga doen. Voordat jullie denken, oh, wat bouwt hij snel. Anders dan moest ik zoveel spullen gaan maken. Dan was ik morgen nog bezig. Even kijken. Hier wil ik een bank gaan plaatsen. Wat me trouwens vet leek, jongens. Want ik ben geen hele grote YouTuber of zo. Ik heb pas geleden 1000 subs gehaald, waar ik al super trots op ben. Dus wat als ik eigenlijk niet, als je erover nadenkt, gewoon een kijker ben. Dat wij op deze video voor David, want het blijft David's video. Ondanks dat hij een rottijd heeft en niet kan uploaden. Hem toch meer likes kunnen geven. Nog meer likes. Dus als hij zo meteen terug is en hij kijkt. Dat hij gewoon nog meer likes heeft dan dat hij het normaal zou hebben. Hoe vet zou het zijn als gewoon een kijker zoals ik hem een video nalaten die gewoon meer likes heeft dan dat hij normaal heeft. Hoe vet zou dat zijn? Hier ga ik de keuken bouwen. En dan, even kijken. Kan je hier trouwens ook echt dingen mee? Oh, je kan echt dingen erin doen en zo. Oh, dat is wel vet. Ik weet alleen niet wat je eraan hebt, aangezien je, zover ik weet, bederven dingen niet. Voice crack, jongens. Ik heb een beetje last van mijn keel. Zover ik weet, bederven dingen niet in Minecraft. Ik zou niet weten wat je eraan hebt. Maar hey. Het idee is ook cool. Kan je hier dan ook iets mee? Oh, dan kan je gewoon 9 verschillende dingen tegelijk koken, denk ik. Oh, dat is wel vet. Moet je dan ook iets van fuel erin doen? I don't know how dit werkt. Maakt niet uit. Het is in ieder geval vet. Hé, dat is mijn eten trouwens. Kom terug. Kan hier ook iets mee? Oh, dat geeft gewoon licht. Oké, super vet allemaal. Een groot steen. Dat plaatsen mensen ook altijd in de keuken. Nee, maar ik meen het, jongens. Ik vind het super vet dat ik dit voor jullie mag doen. En deze video voor jullie mag maken. En ik snap ook niet waar ik het aan verdiend heb. De laatste tijd gebeuren sowieso allemaal van dit soort rare dingen die ik niet begrijp. Kat, ga eens voor mijn scherm weg. Ja, hier ga ik de badkamer plaatsen, jongens. Ik vond dit echt zo'n plekje waar je een badkamer zou plaatsen. Heb ik die spullen bij? Ja, die heb ik bij. Maar eerst maak ik even een raam, want het is hier zo dicht allemaal. Zo. Glas. En wat ik nou van plan was, want kijk, als je je behoefte zit te doen op de badkamer of wat dan ook. Dus natuurlijk, dan wil je niet dat iemand zit te loeren. Dus wat je dan doet, ik ga even terug veranderen in mijn normale vorm. Wat je dan doet, is je doet gewoon rechter muisknop op die dingen en dan zijn ze dicht. En dan kan niemand er binnen loeren hoe jij je behoefte zit te doen of wat dan ook. Even wachten, jongens. Oké, ik dacht dat ik moest niezen, jongens. Oh, dat is zo'n raar gevoel. Wat nou als ik de slaapkamer of de badkamer gewoon zo bouw als bij mij thuis? Dan hoef ik ook niet na te denken over de inrichting. En volgens mij heb ik alle spullen die daarvoor nodig zijn. Even kijken hoor. Je komt binnen. Dan loop je naar links. Dan plaats je de... Dan zit hier... Nee, dan zit hier de douche. Even kijken hoor. Showerhead. Oh, doet deze het ook? Oh, wat een hard geluid. Maar dat maakt niet uit. Dan gaat de douche onder.
Wow. Oké, even dat ding uit. Maak er veel te veel lawaai. Maar dat is wel super vet. Volgens mij heb je er voor de rest niks aan. Maar hey, het is Minecraft, dus je hebt er sowieso niks aan. Dan ligt hier het bad. En dan hier ligt altijd onze was. Echt, het ligt dan helemaal vol met was. En dan de wc. Nee, wacht. Eerst deze kant. Ik kom binnen en dan hebben we hier een grootsteen. Nou, eigenlijk hebben we er twee, maar hey. Wij zijn ook wel heel rijk. Nee, dat is niet waar, maar... en dan hier wat van die kastjes. En dan daarnaast staat de prullenbak. En dan staat hier de wc. Maar ik heb het gevoel dat ik iets vergeet. Oh ja. En ik had dit. Ik dacht, dat ziet er leuk uit. Dat is alsof je, als je uit de douche komt ook. En als je voor de wc staat. Zo. Hey, is dit nou niet mooi? Oh, dat ziet er vet uit. Ik wist dat je er dingen in kan doen, maar dit ziet er ook echt zo uit. Kan je hier dan ook iets mee? Oh my god, guys. Let's do this. Oh, dat klinkt ranzig. Dat is wel super vet. Kunnen we ook in bad? Oh, dan moeten we er ook weer water in doen. Oh, dat heb ik allemaal niet, jongens. Come on. Jesus Christ. Oké, volgende slaapkamer. Volgende is de slaapkamer. There we go. Oké, hier komt de slaapkamer, jongens. We gaan... oh, shit. Ik moet even naar beneden, want... Naar beneden in dit huis. Aangezien ik de spullen hier heb liggen. There we go. Oké, terug naar boven. There we go. Zo, ik ben blij met deze inrichting, jongens. Ik vind het echt, echt heel mooi worden. Trouwens, hebben jullie gezien op Twitter dat ik Davids oude huis heb opgeblazen? Nee, dat was, maar, was allemaal afgesproken werk, jongens. Want hij moest natuurlijk een nieuw huis hebben. Ik zou voor de rest nooit zoiets doen als David zijn huis opblazen. Kijk, dit is een carpentersbed. Dit is super vet. Want wat je hiermee kan doen, is je kan het elke kleur geven die je wil, die rand. Dus als ik dan gewoon basalt opdruk, dan krijgt het die zwarte kleur van basalt. Dat is natuurlijk super vet. Ik ga het trouwens weer even terug veranderen naar mezelf. Wat we voor de rest doen, we plaatsen hier. Plaatsen we de boekenkast. Zo, ik kom moeilijk uit mijn woorden, jongens. Komt gewoon omdat het zo raar is om een video voor jullie te maken op Dus Davidcraft. Come on. Echt, ik ga van 0 naar 100%. Het is gewoon, de verandering is te groot, jongens. Ik kan er niet tegen. Oké, en dan plaatsen we hier zo case. Kunnen we er ook iets in doen? Oh, oké. Dit stoppen door in. There we go. Oké, dat ziet er heel raar uit. Ik wil dit niet terugpakken. Ik wil hem dicht doen. Doe dicht. Weet je wat? We laten hem gewoon open. Let's go. Oké. Eigenlijk wil ik ook nog iets even van een kamerplant ergens plaatsen. Heb ik dirt? Shit, ik heb geen dirt. Nee, laat hem maar. Oh ja, deze dingen. Ik dacht al, ik vergeet iets. Die zetten we lekker naast het bed neer. En dan plaatsen we hier even een... de lamp op. Ja, dat doen we. Zo'n nachtlampje. Super vet. Kan die ook aan? Ja, hij kan aan. En het wordt donker. Wat een perfecte timing, jongens. Ik denk dat we klaar zijn. Ik ga eens even naar het resultaat kijken van het hele huis. Maar ik vind het denk ik heel mooi geworden. We gaan eens even naar buiten vliegen. There we go. Moet je kijken, jongens. Ik moet zeggen dat het echt een hele upgrade is. Oh, guys. Oh, het is zo moeilijk je lachen in te houden als je zoiets doet. Oké, jongens. Even voor de duidelijkheid. David wist niet dat ik dit ging doen. Ik ga het zo meteen allemaal terugplaatsen. Oh, de dingen die ik doe om een entertainende video te maken, jongens. Nou moet ik het allemaal weer terug gaan bouwen. Nee, maar hopelijk vonden jullie het toch heel leuk om naar te kijken, jongens. Ik weet dat ik geen David ben. Ondanks dat hoop ik dat jullie het toch leuk vonden om even een Epic Mod video te zien. Ik dacht, dat ga ik jullie niet ontnemen. Jullie vinden Epic Mod zo leuk. Oh ja, en David heeft er niet om gevraagd. Maar laten we hem, ondanks dat hij best wel toch wel een rottijd heeft vanwege alle operaties en de pijn natuurlijk, hem toch de support geven die hij verdient en normaal altijd van jullie krijgt. En misschien zelfs een beetje meer. Dat als hij zo meteen terugkijkt, dat hij echt zoiets heeft van, wat is hier gebeurd? Dus gewoon die like geven. Het blijft Davids kanaal. Jullie supporten David ermee. Wil je nou nog meer Epic Mod van mij zien? Ga dan ook even naar mijn kanaal. Eerder ga ik een Epic Mod serie starten. Tot nu toe heb ik eigenlijk alleen nog maar Kingdom gedaan. Waar ik wel heel trots op ben, dus check die ook even uit. Dan zeg ik heel erg bedankt voor het kijken. En tot ziens. En bedankt. Dat zei ik net ook al. Tot ziens.